En neemt u ook vermijdingsechte gedrag? Want dat is niet altijd van een kwestie van aanbod, maar ook een vraagkant. Van patiënten die toch liever niet en die luisteren niet naar de symptomen van iets die problematisch kan zijn. Ja, wij delen vragenlijsten uit en daarin vragen wij dus onder andere ook waar zij in hun traject vertraging hebben opgelopen. En dat kan dan zijn dat een afspraak bijvoorbeeld door het ziekenhuis is geannuleerd. Maar we vragen ook, heeft u zelf uw afspraak afgezegd en wat was dan daarvoor de reden? En dat kan inderdaad angst zijn om in het ziekenhuis corona op te lopen of om minder goed behandeld te worden. Die patiënten die verhalen hebben we ook gehoord, ja. Ja, want ik hoorde heel veel van de, met name de eerste golf van de huisartsen, die echt hadden nooit zo weinig werk. Nee. Omdat eigenlijk mensen waren enorm medend. En als ze echt een hoofdpijn hebben of zoiets, dan ga ik echt niet lastig vallen. Want iedereen heeft het waarschijnlijk heel druk, terwijl het niet zo was. Dus ook een communicatie naar buiten, dus sociaal, maatschappelijk, dat ook heel belangrijk is. Hè? Ja, ik zou dat graag willen bevestigen en dat we dat vooral zien bij juist de mensen met de minste opleiding of toch al wat meer moeite om voor hun eigen gezondheid te zorgen. We hebben inderdaad als huisarts hebben we ook een onderzoek gedaan, valt de huisarts in achterstandswijken vooral op dat dus mensen veel minder makkelijk komen omdat ze inderdaad soms denken dat ze niet kunnen komen of dat het niet mag. Ja, precies. Maar ook omdat ze bang zijn om besmet te worden in de huisartsenpraktijk of als ze naar het ziekenhuis gaan. Dus u hebt helemaal gelijk. En we zien ook bijvoorbeeld bij de daklozen dat de doorstroming, de normale doorstroming naar ondersteuning van de GGZ of van maatschappelijk werk, dat is ook allemaal veel minder geworden. Ook wel een beetje omdat veel mensen niet zo makkelijk digitaal kunnen communiceren als wij nu doen. En dat dus inderdaad, je ziet dat die eigen drempel ook heel groot is vaak. Ja. Nou, ik heb echt in een bezoek in Utrecht, dat was echt een dokter die echt elke patiënt ging bellen. Want die dacht, anders komt het echt niet voor elkaar. Ja. Dat was ook een eigen operatie. Komt het ook voor dat patiënten uiteindelijk ingepland zijn voor een operatie en dat ze dan alsnog zelf afbellen. Ik geloof dat dat nu minder wordt, maar zeker na de eerste golf is dat heel vaak voorgekomen. Wat natuurlijk ook zonde is van de capaciteit die er wel was om te opereren. Ja. Ja, 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 ja,